zag je veranderen lopen, weet je wel. Maar je bent, ja, je bent dit gewend, weet je, dat is altijd licht. Stap je naar buiten. Dat is een beetje lastig. Je moet er wel wat voor doen, hè? Ja. Zeg, mag ik eerst weten wie je bent? Ik ben Lieke Verhoeven, ik ben boswachter publiek bij Staat Bosbeheer. Wat gebeurt er vandaag? We hebben vandaag de jaarlijkse hardhoutdag in de Elzen in Dordrecht. En ja, hier verkopen we een hoop hout, wat we elk jaar kappen. En wat voor de particulier verkoop is. Is druk? Het was ontzettend druk, nu is het wat rustiger. Maar er stond hier om 7:30 vanochtend stond al een flinke rij. Dus het is zeker druk. Drukker dan verwacht. Is het een, het is voor de open haard, denk ik, en al die soort dingen. Is dit specifiek ook heel goed hout daarvoor? Nou, we hebben verschillende soorten hout. We hebben eikenhout, we hebben elzenhout, we hebben ook wilgenhout. Dat is over het algemeen iets mindere kwaliteit. Maar van alles wat. Dus voor het ene hout betaal je ook iets meer dan voor het andere. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer, sowieso. Oké, dankjewel. Nou, voor jou is het ook... Hard werk, hoor. Hard werk, hè? Ja. Moet die auto nou helemaal vol? Ik weet niet, je gaat harder. Ja. Hoeveel geld we bij ons hebben, hè? Oh ja. Nou, ik denk het wel, hoor. Ja? Ja. Hoe lang doe je er nou mee als je de auto vol hebt? Nou, dan doe ik er wel een wintertje mee, denk ik, hoor. Toch wel? Wel, ik stoot niet zo heel veel. Nee. Maar wel leuk. Mooie avonden, dan stoot je lekker. Absoluut. Dus dan gaan we goed een autootje vol, een kuub, denk ik. En dan stoken we lekker. Oké, okay. Nou nog even struinen. Daarom nog even struinen. Zaag erbij. Hebben? Dit is een andere jongen. Dit is de mooie kant. Hier liggen wel hele mooie. Oh.